Zaterdagochtend en Paul ziet net dat de stenen daar gevallen zijn. Oeps. En ik was gisteravond zo handig om de figuurzaag in mijn vinger te planten. Nou, gisteren eindmiddag eigenlijk. Het is een pijnlijke ervaring, zal ik maar zeggen. En Paul is hier weer hard aan het werk. Die moet zo meteen eventjes... We gaan tijgeren. Over tijgeren gesproken. Mijn nichtje heeft gisteren voor het eerst een klein beetje getijgerd. En vanmorgen kon mijn zusje dat zelf ook zien. Want het was gisteren op de opvang. Maar dat is wel even een feestje waard. En mijn nicht vanaf Paul zijn kant is vandaag jarig. Dus... dubbel feest, dus gefeliciteerd Rebecca. Maar dubbel feest, dus eigenlijk zeg ik al op die manier. Ja, dat wordt voorlopig nog geen tijger dus, want de kabel past niet. Dus dat is niet echt heel erg handig. Nou, je gaat hem er los over gooien dan nu, omdat hij er niet in past. Zou je dat? Ja, ik krijg hem in mijn... Nee, dat had ik wel die flex kosten, maar... Heel fijn dat Paul geen claustrofobie heeft. Nou heb ik dat niet zozeer, maar dit zou ik geloof ik niet durven. Nee, ik zeg heel fijn dat Paul geen claustrofobie heeft. Dat heb ik ook niet, maar dit zou ik echt niet durven, zei ik. Wat zei je? Ja. Ja, ik sta niet wat je zegt. Ga maar door, het is goed. En nu nog terug inderdaad, maar een van de katten heeft het ondertussen ook door. Die zat beneden al te kijken net en die komt nu ook de ladder op. Ik weet niet welke van de drie tijgertjes, maar er komt een tijgertje, staat op de ladder zeg maar. Okay. Ik kom via de ladder naar boven, dus ik denk dat het mogelijk tijgertje is. Maar ik kan het niet zien hier vandaan. Ik kan ook dat een van de kleine, nee, ik denk dat het Oscar is. Maar ik weet het niet. Ik kan het niet zien hier vandaan. Zondagmorgen en het is enigszins wit, maar zoals we dus net al zagen is het 2 graden, het loopt dan ook in straaltjes van het dak af, maar goed, het is in ieder geval beter dan de regen van gisteren, heel wat beter. Ik ga nu eventjes weer richting Deschida. Het lijkt op dat het bijna klaar is. Dat is heel mooi. Maandagmorgen. Het was vanmorgen wit. Nu is het nog een heel klein beetje wit misschien. Maar het meeste is verdwenen en het zonnetje schijnt heerlijk.
gisteren na Desje daar verder niks bijzonders gedaan. En vanmorgen ontdekte ik dat we een nieuwe fase ingegaan zijn. Of dit nou van de eerste of van de tweede pit is, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval komt er iets groens boven. Dinsdagmorgen, we hebben morgen opnieuw een klein beetje wit. Het is nu alweer voor een groot gedeelte ook weg. Het was ook wat minder wit dan gisteren, maar er lag wel wat, bedoel ik. Wel het een en het ander. En Paul heeft de container buiten gezet. Alleen er was nog ruimte in, zei hij. Dus even kijken nu of dat ik wat zakken uit het kattenhuis nog kan halen en erbij kan gooien. Inmiddels een beetje eindmiddag. En ik heb vandaag in ieder geval deze lampjes kunnen ophangen. Die kwam ik pas geleden tegen. En die had ik eerst aan mijn kant van het bed willen doen, maar ik vind ze eigenlijk hier veel leuker. En ik vond gelukkig nog hier en daar wat spijkertjes. Dus die heb ik mooi kunnen gebruiken. Eind woensdagmiddag, zoiets, begin avond. De hele dag besteed aan het zoeken naar buitenkat Oscar en hem niet gevonden. En net samen met Paul nog even gekeken. Ik heb overigens wel het eind van de middag ook, dus ietsjes eerder, een uurtje geleden, dus dat denk ik wel ongeveer. Heb ik de eerste merel van dit jaar gezien en gehoord. En Paul zag ineens wat rennen toen we achteraan waren en dat bij het trekkerpad en dat waren twee hazen of reeën, ik denk het laatste. Maar goed, ben totaal van mijn pad af eventjes op dit moment. Eind donderdag en Oscar is nog steeds spoorloos. Iedere keer hopen we zo enorm hard dat hij er ineens toch weer bij is. Ik weet dat het wel eens een keer vaker kan gebeuren namelijk, maar dit is echt heel erg zwaar. Ik heb ook vandaag eigenlijk niks kunnen doen. Ja, heel klein beetje opgeruimd op de kattenzolder. Dus dat is in ieder geval iets meer als gisteren. Maar echt verschrikkelijk moeilijk dit. En vanmorgen was Keesje er ook weer niet. Nou zijn we dat van Keesje wel gewend, maar uiteindelijk is het nu wel eventjes allemaal extra eng als er anderen ook niet zijn. Maar gelukkig dook hij behoorlijk snel op en vanavond was de rest gelukkig wel compleet. Vrijdag en vanmorgen zag ik op een van mijn vruchteloze zoektochten naar Oscar wel een nieuw leven in ieder geval. In de sommige, ja wat is het, bomen of struiken. In ieder geval nieuw leven. En daarna zag ik vanuit het slaapkamerraam sneeuwklokjes boven komen. Dat vond ik ook wel heel mooi om te zien. Net als die groene blaadjes dus. Dat is allebei heel mooi om te zien. Nou, hier ook ontdek ik nu net. Ik zag ineens boven mijn hoofd wat bewegen, maar dat komt dus omdat Davidje daar loopt. Ja, je bent lekker hoog, mannetje. Hij viel nu bijna naar beneden, alleen omdat er iets afbrak. Nou weet ik, een kat nou bijna altijd op zijn pootjes terechtkomt, maar ik zou niet willen dat dit nou een van de uitzonderingen daarop is. Ik hoop dat hij op een andere manier naar beneden komt zometeen. Ja, kom je toch maar rustig aan weer naar beneden, gelukkig. Dat is heel fijn. Mooi. Dat staat wat steviger, hè, op de grond.
Ik weet niet wat er hier gebeurd is, maar ik vrees dat dit niet zo goed is voor die boom. Nou ja, misschien valt het mee. Casey is kennelijk ook nog niet te oud voor boomklimmen. Ik kan even niet zien of dit nou een van de kleine is of dat het een pichel is. Maar Casey is duidelijk ook nog niet te oud ervoor. Hij gaat hier heerlijk rustig zitten genieten. Nou Casey, nu hoef jij nou zomaar je kleine broer de boom in. Hoe komt hij er nou weer uit dan? Het zal wel lukken. Vicky en een van de zwarte schoten net ook achter elkaar de boom in. Het schijnt toch wel erg leuk te zijn. Elke keer zitten al weer groene stukjes in. En dit soort struikjes had ik inderdaad vorige week of zo al gezien dat ze weer groen werden. Sommige uitlopers, zeg maar. Ja, dat kan inderdaad ook nog. Ga gezellig daarop zitten. En dat was Victoria overigens op het dakje. Met, ik weet niet, een van de zwarte. Hier dus ook wat groene blaadjes. Nu even telefonisch zeeslag gedaan met mijn moeder. Heel spannend uiteindelijk, maar wel gewonnen. Een zaterdagmorgen en Desje had tijd. Net nog in ieder geval van mij al meer dan een uur lopen zoeken naar Oscar. Bij deze, zolang ik er niks meer over zeg, is hij helaas niet terug. Anders dan zeg ik het uiteraard. Maar goed, de rest was er in ieder geval gelukkig wel allemaal. Die hebben gewacht in het kattenhuis. Tot hun eigen grote ongenoegen. Maar goed, dan kon ik tenminste even zoeken zonder dat ik continu moest opletten of de rest wel mee terugkwam. Gelukkig doet de ecostand het nu wel weer, want hij deed het net ineens alweer niet meer. Daar worden we niet vrolijk van. Omdat het vorige keer ook eigenlijk misschien toch begonnen is met die ecostand. Hoewel die al een hele tijd doorgereden gewoon, maar toch. Had ik het gisteren over nieuw leven. Dit is wat ik eerder ook al zag. Sowieso, geloof ik. Nou, ik denk dat dat wat anders was, maar het hoort in ieder geval bij de lente ook. Ik ga nog even rijden. Ik heb even gezocht en ik denk dat ik herkend heb waar de dierenopvang zit, hier vlakbij. Ik ga even rustig kijken. Ik kwam er niet helemaal uit. Ik ben maar even doorgereden. Nou, opnieuw Desje daar. Maar dit heb ik vanmorgen niet gezien. Dit is echt wel vlakbij de weg. En ik ben hier vanmorgen langs gereden. Maar dit is ook wel waanzinnig mooi. Ik zag net onderweg ook ineens een veld van die paarse bloemetjes. Gaaf. Ik ben er helaas net voorbij, maar heel gaaf. Ik heb inmiddels begrepen van Paul dat het niet de dierenopvang is wat ik in gedacht had. Die zit wat verderop.
Ik heb nou via Facebook een berichtje gestuurd aan hun, via de vertaler. En ook aan anderen om te vragen of ze uit willen kijken naar Oscar. Heb ik in ieder geval toch het gevoel dat ik iets gedaan heb. Maar goed, verder hoop ik op een rustige avond. Laters.